Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we echt iets heel leuks doen. Ik heb hem al eens eerder voorbij laten komen. We gaan namelijk aan de slag met dit hele, ja, het industriële, maar hele zware frame. Echt super mooi. Het is heel mooi hout en mooi stevige kwaliteit. Dus super leuk om daarmee aan de slag te gaan. Dus heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Het abonneren is helemaal gratis en dan blijft de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwelijmemis.nl, dan vind je het onderkopje cursuspakketten. En deze komt in een leuke aanbieding, dus dat is natuurlijk super leuk. Dus wees er snel bij, want op is op en dan gaan we nu gauw aan de slag. We gaan zowel met bolletjes werken als met verse snijbloemen. Allereerst doe ik even plastic om de oase, zodat het niet te erg lekt op het vreer. Ik pak hem als het ware aan de onderkant in en dan knip ik de bovenkant af, zodat hij van de onderkant veilig is wat betreft het water. Dat doe ik met twee oase rondjes. Dan bevestigen we aan de buitenkant wat vilt. Je kunt de blauwe kant of de bruine kant gebruiken. Ik laat de bruine kant aan de buitenkant. Dat is net wat je zelf het leukst vindt. Knip ik even door midden en dan kan hij er precies omheen. Het vilt zet ik dan even vast met een touwtje. Deze komen straks hier op terecht. Je kan het ook verdelen trouwens. Als je het leuk vindt om het zo te doen, kan het ook. Of zo, of zo. Dus net wat je zelf leuk vindt. Dan gaan we deze opmaken met mooie bloemen. Hè? Ik gebruik hiervoor mooie neutrale witte bloemen. Maar je kan het in elke kleur bestellen. Dus je kan hem ook in het roze bestellen. Ik zal het wel eventjes bij de bestelling neerzetten wat je dan leuk vindt. En ik steek dit kort op. Basis gemaakt. Heel mooi luxe als je het mij vraagt. We gaan het straks nog allemaal mooi verbinden, maar we gaan ook werken met bolletjes. Die leggen we overal op de rest van de houders. En daaromheen doen we een beetje mos. Je kan hiervoor verschillende soorten bolletjes gebruiken. Dan vind ik het super leuk om met zo'n frame te werken. En ik vind het zelf heel leuk als er nog wat botteltjes zichtbaar zijn. Dus dat mag je op zich best zichtbaar laten. Maar je kan het ook wegwerken.
Dan heb ik deze mooie houtzakken, noem ik het eventjes weer. En die, die gaan we wat langer verwerken. Ik zet het vast met een krammetje. En dan laat ik het naar de andere kant lopen en daar zet ik het weer vast. Dit is wat grilliger, maar lijkt heel mooi in het stuk. Maakt het heel apart. En je kan het eventueel, als je er nog een stukje over hebt, nog weer onder het frame langs laten lopen. En ik heb zuidenwindlelie. En ook die laat ik wat langer. Steek ik de bovenaan in en laat ik naar de andere kant lopen. En zet ik daar even vast met een krammetje. En dit doe ik van de ene kant naar de andere kant. En dit doe ik ook met wat berengras. Je kan ook wat vlechten in het stuk als je het leuk vindt. Op deze manier maak je gewoon echt een heel apart stuk. Ook de uiteindes buig ik nog een keer weer rond, maar kan je ook laten zoals ze zijn. Dan heb ik nog wat nasjes en hier heb ik de wortels dus aangelaten. En deze leg ik gewoon los op de houders waar nog niks op zit. En dan hebben we echt een heel mooi apart stuk. Super leuk als je mij zo vraagt. Echt heel uniek en apart. En het frame, het zweeft iets, is heel erg mooi hierop. En dan maak je hem heel luchtig mee door op deze manier met de vormen te werken. En zo hebben we een heel gaaf bloemstuk. Echt super leuk en past in ieder interieur. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, vind je onder kopje cursuspakketten. Jullie hebben nog weer een winnaar van mij te goed die wat leuks heeft gedeeld. Naar aanleiding van mijn video's, die komt hier in beeld. Gefeliciteerd, jij mag contact met ons opnemen en dan zorgen we dat de cadeaubon te waarde van 15 euro jouw kant op komt. Heb jij iets leuks gemaakt naar aanleiding van mijn video's, deel het op Facebook of Instagram, dan maak je elke maand kans op een leuke prijs. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. Vond je het leuk, doe even een duimpje omhoog. Laat even hieronder weten wat jij van dit stuk vindt. En laat ook vooral weten wat je graag wilt zien op dit kanaal. En dan zie je mij de volgende keer weer. Doei!